Daan. Ja? Jezus, hij zit echt al super dik in zijn haar. Dan moet je hem scheren. Maar Daan, ik scheer nooit. Dat doe jij altijd voor mij. Meen je niet? Kun je dat niet zelf doen? Ja, maar dat ken ik helemaal niet. Dan gaan we het je leren. Ik pak de spullen wel. Nou Daan, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er ook helemaal zin in, want ja, okay. Je bent nooit te oud om iets nieuws te leren. Nee, zeker niet. Heb je hem ook gewassen? Want je moet wel zorgen dat hij gewassen is voordat je gaat scheren. Nou weet je, dat heb ik dus gewoon gedaan omdat ik eigenlijk hoopte dat jij dat vandaag ging doen. Oh, nou dat is dan wel handig. Dan gaan we even kijken wat we nodig hebben om te scheren. Moet ik hem maar gewassen? Als hij gewassen is, is zijn huid schoon. En heb je, als het goed is, alle modder, schilfers en dat soort dingen van hem afgewassen. Dat is makkelijker scheren en beter voor je scheerapparaat. En moet ik verder nog iets doen? Wat doen we met zijn manen? Dat ligt eraan hoe goed jij denkt dat je om zijn manen heen kan scheren. Niet? Dan gaan we de staartjes in maken. En zijn staart? Dat is hetzelfde als jij denkt dat je eromheen kan scheren. Nee. Je moet je laten hangen en anders moet je hem inrechten. Oké, dan ga ik dat even doen. Nodig een scheerapparaat. Bij het scheerapparaat is de daarvoor bestemde olie heel belangrijk om te zorgen dat het apparaat lekker soepel blijft lopen. Een borsteltje om het apparaat even schoon te maken af en toe. Een borstel, ja, ik vind zelf persoonlijk met lange haren het fijnst, maar om iedere keer tussen het scheren door even al het haar, al het losse haar van je paard af te borstelen om te kijken hoe goed je hebt geschoren en hoe ver je bent. Daarbij zorg ik altijd dat ik er een kleine tondeuse bij heb. Zeker voor de benen vind ik het zelf met het grote machine soms wel eens een beetje moeilijk. En voor het hoofd, ja, durf ik dat gewoon niet zo goed met het grote apparaat. Dus doe ik dat met het kleine apparaatje. Ik ben wel blij, Daan, dat je een roze scheerapparaat hebt. Anders had ik het denk ik niet aangedurfd. Nee, je hoort bij mij roze. Ja, moet ik nog wat speciaals aan? Want ik zie jou wel eens voorbij komen in een Het is handig om iets te dragen wat glad is. Of iets waar de haren niet in blijven hangen. Dus denk aan een overal of een regenpak of zoiets. Oké, dus ik moet nu een regenpak aandoen. Ik heb een leuk overal voor je. Ik pak hem even voor je. Maar het is een winter overal. Ah, lekker warm, joh. Kijk eens. Een mooi overal voor jou. En die moet ik aan. Hij is wel een beetje warm nu. Kijk. Een lekker schapenvachie erin. Nou, daar gaan we. In het stopcontact. Let op, draad houdt op de grond. Ik denk dat ik dat kan. Stekker in het stopcontact. Gelukt. Check. Check. Oké. Okay, en dan? Even belangrijk dat je altijd je draad in de gaten houdt. Ja. Zodra, zeker als het paard ijzers heeft op de draad gaat staan, hebben we een probleem. Dan kan die een elektrische schok krijgen en jij ook. Oké. Okay. Moeten we nog wat aan het apparaat controleren? Er zit een touwtje aan, die gaat om jouw pols. Jouw kennende gaat het helemaal goed komen. Dan gaan we hem even olieën. Bovenop hier zitten van die gaatjes. Daar laten we wat olie inlopen. Oh, kast, dat is handig. Uitgeschoten. En hier over de tanden. Is dat speciale olie of is het gewoon babyolie? Oh, dit is speciale scheermachineolie die echt voor dit apparaat is. Oké. Okay. Bovenop die knop die draai je aan. En op het moment dat je denkt dat hij strak is, draai je nog een keer door. Draai je hem ietsje terug. Oh, terug. Oké, okay. Dus niet. Nee, je hoeft hem niet. Waar gaan we beginnen? Daan, dus ik ben in een half uurtje ben ik klaar. Ga ervan uit, als je het voor de eerste keer doet, dat je zomaar 2,5, 3 uur bezig bent. Succes. Ik begin zelf altijd achteraan dat ik in een systeem van achter naar voor werk. We moeten wel met de haren mee, tegen de haren in? Tegen de haren in. Tegen de haren in. Nou Daan, ik had sowieso bedacht dat jij kast ging scheren vandaag. Oké, okay, dat en, ga ik niet doen. Dus ik dacht, dan maken we daar gelijk een video over. Ja, top. En toen had ik even een vraagsticker geplaatst op Instagram. Oh, leuk. Voor vragen over jou. Nou vroeg Hester de Vries zich af of je hier nu een stukje moet laten zitten, of niet? Ik doe het zelf altijd wel. Er zijn ook mensen die het wegscheren. Maar mijn idee daarbij is dat onder het zadel en het dekje laat ik een stukje gewoon zijn normale vacht. Zodat als het zadel misschien toch iets schuift of beweegt tijdens het rijden, wat je eigenlijk niet voorkomt, omdat je samen beweegt. Zodat hij gewoon zijn vacht heeft die hij gewend is en niet de korte stekelhaartjes die dan gaan groeien, waardoor je eigenlijk schuring kunt krijgen of irritatie. Oh ja. Moet ik dat uit mijn hoofd doen?
Ik doe het uit mijn hoofd, maar ik kan ook een krijtje voor je pakken. Een krijtje? Ja, dat vind ik leuk. Cas is het scheerapparaat gewend, dus ik weet dat ik hem gewoon aan kan zetten. Als je het natuurlijk voor het eerste keer doet of dat je weet dat je paard een beetje sensibel is, dan moet je daar natuurlijk even mee uitkijken. Ik ga hem nu aanzetten. En dan? Zal ik gewoon doen? Zal ik gewoon doen hoe ik denk dat het moet? Ja, ga jij doen hoe jij denkt dat het moet? Ja. Tip vandaan. Lange rustige. Niet zo. Nou, ik wil in 20 minuten klaar. Gaat dit nou goed dan, Daan? Kijk, maar ik vind dit altijd lelijk. Ja, dat vind ik zwak. Dit pak is echt noeiheet. Ik wil eigenlijk als een beetje de vorm van het bondje volgen. Dat hij hier eigenlijk zo mooi onder ligt. Alleen het bondje is natuurlijk ja, door het bond wat langer. Dus dan stopt hij. Hier zo. Ja, en hij begint hier zo. En je kan ervoor kiezen om hem aan de achterkant recht te maken of er een mooi sierpatroon van te maken. Dat is maar net hoe creatief je bent. Oké, hier wordt het natuurlijk moeilijk. Dus dit moeten we denk ik even samen doen. Kijk, nu is bijvoorbeeld ook waarom je een borstel bij je hebt. Dan kan je even al het haar van zijn kont afborstelen. Maar je gaat echt helemaal niks doen voor mij. Nee. Oh, ellende. Nee, borstel meteen lekker al dat krijt eraf. Oh, sorry. Kijk eens hoe mooi je dat glimmen. Eerst dit even afmaken. Nee, ik hou niet van het systeem, want kijk. Nee, hou vast, want het zit aan jou vast. Doe eerst dit. Ik dacht, liefst zou ik nu even naar de andere kant gaan. Daan, oké, Daan, ik vind dit wel een beetje spannend. Mm-hmm. Hoe ga ik dit doen? Zorg dat je dit in één streep kan doen. Ik zal aan de andere kant even zijn manen tegenhouden. Oh ja. Dus heel fijn. Doe dat rustig aan. Pak een beetje zo tot net een centimeter onder waar dat je denkt dat ze manen beginnen. Oh ja. En dan probeer dat in één rechte streep te doen. Ja, oké, dood op de gladiolen. Rustig. Ja. Kijk eens, mij. Ben je trots op mij? Ik ben zo. Oké. Ik heb het natuurlijk weer super voor elkaar. Daan is lekker voor mij bezig. Wat ik me eigenlijk wel een beetje afvraag, Daan, is wat voor deken hij nou zo meteen op moet. Want hij staat nu natuurlijk onder die power turnout, maar volgens mij is dat al een deken tot min 10. Ja. Dus wat moet ik nou dan zo meteen een deken eronder doen? Of een therapiedeken eronder? Geen idee, anders moet je Jacob even bellen. Goed idee. Ga jij lekker scheren, meid? Hoi Jacob, goedemorgen. Hey. Hallo. Goedemorgen. Ik zal maar gelijk even met de deur in huis vallen. Ik wil je graag wat vragen. Ja, kan dat? Oh, dat is fijn. Zeker. We zijn Kashmir aan het scheren. Die staat onder de power turnout. Maar nu haalt natuurlijk zijn vacht weg. Dus ik vraag me af wat daar nou voor deken onder moet. Ja. Nou, je hebt de power turnout. Die is best te gebruiken tussen plus 16 en min 10. En net zoals bij alle dekens geeft Lucas een temperatuursadvies.
wanneer je die deken het beste kunt gebruiken. Dus er zit al heel veel marge in die deken, want hij kan nog tot min 10. Ja. Nou, volgens mij is het nu een graad of 10 buiten, ja. Schat ik zo in bij jullie. Je denkt dat je een vachtje eraf haalt en dat doe je ook. Alleen die vacht die doet nauwelijks iets onder die deken. Want die vacht die heeft pas een isolerende werking op het moment dat die haartjes overeind gaan staan. Okay. En daardoor krijg je stilstaande lucht. En door die stilstaande lucht is dat is de isolatie en dan krijg je warmte. Maar als je er al een tijdje een deken op hebt ligt, is die werking van die haren die overeind staan, is er niet of nauwelijks. Dus je scheert hem wel, maar het heeft nauwelijks effect op de warmtehuishouding van cashmere. Okay. Dus, en wat je nu even in de gaten moet houden, is dat we nu geen temperatuursval krijgen. Oftewel, ja, wordt het nu in één keer heel erg koud. Want dan kan het wel te groot verschil zijn. Ja. Maar als je nu gewoon de temperatuur redelijk constant blijft, zou je gewoon kunnen verstaan met de power turnout die je nu al hebt. Okay, dus geen deken extra erbij nu? Ja, ik zie aan je gezicht dat je dat aardig vindt. Ik zeg wel eens, ja, je kunt een dekentje gebruiken extra eronder, maar dat doet meer voor jezelf als voor je paard. Okay. Dus als die temperaturen nu gewoon constant blijven, zou ik het gewoon aandurven zonder deken. Nou, zonder als je twijfelt, dan doe je er een heel dun dekentje onder. Hè, bijvoorbeeld de powercooler of een dun vliesdekentje of misschien de therapy. Turnout light kun je er ook onder doen, maar het is al heel snel te veel. Te veel, oké. Dus eigenlijk zeg jij gewoon deze deken op, tenzij het opeens heel erg koud wordt, dan leg ik... Ja, dan... ja, ja. En als het dan heel veel kouder wordt, doe ik dan ook de therapie of de koeler? Of doe ik dan echt een wat dikkere? Ja, de powercooler geeft je ongeveer 10 graden extra warmte. De therapie light ook 10 graden extra warmte. En bij de therapie koeler ongeveer 15 graden extra warmte. Dus okay, dat is behoorlijk veel, hè, dat je er extra bij aan brengt. Ja, dus voor nu... En moet ik hem dan een hals wel opdoen of gewoon alleen de deken zo? Ja, ik vergelijk een hals ook met je eigen kraag of sjaal. Als het nou echt guur weer is met veel wind, dan kun je een hals gebruiken. Maar nu in principe niet. 10 graden is eigenlijk te warm voor een hals. En wij adviseren vooral een hals als die buiten staat, als het heel hard regent, om te voorkomen dat het inregent. Okay. Maar wij zijn eerder te goed voor onze paarden. Dat we hem eerder te veel warmte geven. Ja. En er zijn een paar dierenartsen ook in Utrecht, die zijn helemaal anti-hals. Ja. Omdat ze weten dat al die paarden met veel te warme dekens gebruiken, en dan kunnen ze de overtrokken warmte niet uit. Dus wees voorzichtig met een hals gebruiken. Dus we moeten eigenlijk voorzichtiger zijn in plaats van dat we... Ik denk altijd, joh, hij kan niet warm genoeg hebben, maar dat is dus niet waar. Ja, ik vergelijk het met jezelf. Lekker warm is fijn, maar als het te warm is, dan wordt het ook irritant. Ja. Maar is het dan zo dat als ik hem meer dekens op doe, dat ik hem minder vaak hoef te scheren? Want als hij het warm heeft, dan maakt hij natuurlijk geen extra haar aan. Ja, dat is een goede vraag. En dan krijg je een stukje theorie, ik hoop niet dat het saai wordt. Maar er is geen directe verbinding tussen de hersenen en de haarvaten. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou Jacob, super bedankt voor het beantwoorden van alle vragen. En dan zien we elkaar snel weer. Ja, graag gedaan. Oké, doei. Ik vind deze kant eigenlijk al best wel goed. Ja. Het enige wat mij irriteert zijn die strepen, maar dat is misschien omdat ik nog iets te onhandig ben. Ja. Dat ik iets te hakken takken scheer. Ja. En de paarden reageren vaak toch iets op het scheermes, waardoor je... Oh, dus misschien ligt het meer aan mij. Nou ja, een beetje. Half. Een beetje aan jou, een beetje aan Kashmir. Ja. Kijk, ja, oké, inderdaad. Je ziet gewoon dat ik natuurlijk hier hoog... Ja. Ik heb geen systeem. Dus als je paarden scheert... Daarom zeg ik, scheer in een systeem, dan... Tip vandaan, scheer in een systeem. En we moeten nog even dat driehoekje doen bij je start. Ja. Ik vind het altijd heel mooi en chic als de paarden zo'n driehoekje hebben, hier zo. Ja? Moet ik dat dan uit mijn hoofd doen? Of... Ja. Oké. Nou, kijk, je volgt gewoon de lijn. Je ziet hier, zijn haren lopen ook in een driehoek. Oh, nou joh. Dus die volg je gewoon. Oké. Dat is mooi als jij dat even voordoet. Mhm. Dat dacht ik al. Ik ben te klein voor het hier. Ik had dit zelf natuurlijk beter gekund. Ja, maar snap ik. Best een mooi driehoekje. Succes. Als ik nou even verder ga met zijn lijf, wil jij dan zijn benen en zijn hoofd even doen? Ja, je had zijn benen al een beetje geschoold. Ik was wel even met het grote apparaat weg. Kas vond het geen probleem. Dus ik heb al een stukje gedaan. Dat scheelt jou weer met tondeuzen. Dus als jij misschien even de tondeuzen wil doen. Ja. En zijn hoofd, want dat zie ik niet zo zitten.
Die kruin die vind ik best wel lastig. Ja. Heb jij daar een tip voor? Of, zorg altijd dat je tegen de haren inscheert. En aan het eind kun je ook... Kijk, hier deze haren lopen helemaal zo. Kun je hem ook een keer zo naar beneden doen. Maar zorg eerst dat je zowel zo als zo die kruin wegscheert. Kan jij dat niet even doen voor mij? Nee. Je bent lekker bezig geweest. Wat ga je de volgende keer anders doen of heb je er nog iets van geleerd? Ik vind dat ik dit heel goed gedaan heb. Ik denk dat ik jouw scheerles ga geven volgende keer. Oh ja, dat ga ik doen. Ik ben hier heel content mee. Nee, ik moet dus wel echt volgende keer meer dat systeem gaan volgen. Ja. Want je ziet gewoon aan het scheerpatroon dat je van hot naar her maar wat gedaan hebt. Hoe lang duurt dat ongeveer voordat het een beetje weg is? Een week of twee. Een week of twee. Goed, maar ik heb het wel gedaan. Nou, zeker. En ik denk dat ik het volgende keer op hem sowieso nog wel een keertje durf. Wel. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie er ook wat van geleerd hebben. Vergeet niet even te liken en te abonneren. En nu mag jij. En tot de volgende keer. Doei! Jouw paard kan niet direct met de haarvaten communiceren. Van, ik heb het koud. Ik moet meer haar laten groeien of andersom. Ik heb het veel te warm. Stop maar met haargroei. Nou, het is grappig. Ik ben haarspecialist, zoals je kunt zien. Maar wat wel gebeurt, is dat via de bloedbaan hormonen vrijkomen die op een gegeven moment een signaal geven richting de haarvaten. Je moet haar gaan groeien of niet meer gaan groeien. Okay. En dat is het proces van weken, maanden. Okay. Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, als je heel vroeg met dikke tekens begint, is eigenlijk heel botweg gezegd je paard aan het terroriseren. Want je bent hem aan zo overdadig veel liefde aan het geven, aan het bedwelmen onder de warmte, dat je eigenlijk dat proces, dat natuurlijke proces, wil stoppen. Ja. Wat weken duurt. Ja. Dus het heeft eigenlijk geen zin om heel dik in de deken. Uiteindelijk, als je het maar lang genoeg volhoudt, dan gaat het toch op een gegeven moment... De aanhouder wint. Ja, maar dat is... Nee. Dat is niet aardig. Maar goed, ik leg het regelmatig uit. En daarom is het ook goed dat we dat nu ook nog een keer uitleggen. Want het gaat bij... Er is heel veel misverstanden over vachtgroei. Hoe komt nou dat die vacht groeit? Dat is genetisch bepaald. Dat is afhankelijk van hoeveelheid daklicht. Afhankelijk van het ras. De ene paardenras maakt meer haar aan dan de andere. Dat is afhankelijk van zijn leeftijd, van de conditie. Dat zijn allemaal van die kenmerken waarom dat een paardenvacht gaat groeien of niet meer gaat groeien. Maar dat zit er al eeuwenlang al in het systeem van het paard. Want ik hoor ook wel eens mensen zeggen die zeggen, nou, ik zorg gewoon dat het licht heel lang aanblijft. Weet je, van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds, dat het licht aanblijft, dan groeit de vacht minder hard. Ja, dat klopt. Is dat wel waar? Dat is bewezen dat klopt. Wat we dan wel eens terugkrijgen is, stel je voor, je hebt een paar 20 stallen met paarden, dat bijvoorbeeld 18 bij 18 paarden het wel werkt en dan bij 2 niet. Ja. Maar dat kan een onderdeel zijn om de haargroei te stoppen. Ja, want ik hou niet zo van scheren, dus dan zou het nog wel wat zijn om de... Ja, zou het eens kunnen proberen.